Nou, Happy Lift Free Floating is weer een soort draadlift. En de naam zegt het al, het wordt niet gebruik gemaakt van free floating, van naalden. Maar eigenlijk van gewoon de gewone draadjes die gewoon vrij in, het gezicht zich bevinden. Ja. Het voordeel van de Happy Lift Free Floating is dat je, eigenlijk zonder volume toe te voegen, dat je toch een lift kan krijgen. De belangrijkste indicatie is de wangen, dus die hangen. En ja, dan moet je het volgens een bepaalde techniek inbrengen en daardoor kan je een bepaalde lift genereren. Waardoor ja, je soms ook die puffy cheeks, wat sommige sterren bijvoorbeeld hebben, dus kan voorkomen. Maar het kan ook een duidelijke versterking geven van om een lift te genereren, want het huid wordt wat strakker en dan als je met een klein beetje filler erbij komt, kan het dus een zeer goed effect geven. Ja. Nou, het nadeel is, net zoals bij eigenlijk elke Happy Lift, is dat het resultaat wat wisselend kan wezen. De free floating heeft wel een van de hoogste tevredenheid en is ook geeft gewoon over het algemeen wel een mooi resultaat. Maar zoals ik al zei, het is toch nog het wisselende resultaat dat het een operatie is, of eigenlijk een kleine operatie is. En die ook nog relatief duur is, maakt het een beetje een lastige behandeling. Nou, je kunt free floating met name voor gebruiken, met name voor de hangende wangen. Daar kan je het voor gebruiken. Dat is de belangrijkste indicatie.